Goed. Zo. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij hebben weer wat leuks voor jullie. We zijn namelijk bij de Macro geweest. Ook daar liggen de schappen weer vol met vuurwerk. Vorig jaar waren ik en Des daarheen geweest. En bij de Macro heb je altijd best wel goed vuurwerk. Van het Partyland pakket, weet je, die je ook bij de Albert Heijn hebt liggen. Wij waren er gisteravond en we troffen er het volgende aan. Nou, dit pakket is dus 8,46 euro inclusief. En het grotere pakket is dus 19,35. Op zich de moeite waard. Als de kwaliteit even goed is als vorig jaar. Maar hier hebben ze dus nog super veel. Voor de mensen die het willen weten, dit is in Wateringen. Ik zou snel gaan. Hier heb je dus wasfakkels, die laten we liggen. Sterretjes laten we ook liggen. Het is gigantisch duur, moet je zien. 10 euro voor zo'n pak. Dan heb je deze nog. IJsfonteinen. Ook super duur. Heel zo'n pak is namelijk 31 euro. We hebben deze gehaald, zoals jullie hebben kunnen zien. Dit is het Sierfonteinenpakket, 18-delig. Of het wat voorstelt dit jaar, gaan we zo meteen achterkomen. En deze twee kleinere pakketten van 8 euro, dacht ik, dat die kosten. 8 euro, toch? Volgens mij wel. Het is wel lekker sfeertje zo. Oh, heerlijk, man. Zo koud aan het worden, jongens. Niet normaal. Nou, deze beginnen. De clustering fountain. Clustering. Oh, er gaat een vrachtwagen om. Krachtige fonteinen. Wat zei je nou? Ja, is een stuk interessant. Deze waren wel goed, hè, vorig jaar. Ja, man. Of waren het nou dezelfde? Goed. Zo! Huh? Gast! Wat was dat? Spring Flower Fountain. Ja, nu gaat hij dus wel goed. Oh. Zo, dat was een goede knal, man, wat eraf kwam. En deze? Ja, die krekkeling kan wel harder, hè? Oh, god. Nu deze. Oh, dat is dezelfde. Kijk deze. Stunning Fountain. Die was er ook nog. Ja, joh. Zeker weer een beetje hetzelfde allemaal. Ja, maar het zijn wel grappige fonteinen, dat wel. Lekker sfeertje, hoor. De Red Dragon. Lekker koud weertje. Zo, lontje dat wegschiet. Ja, het zijn wel mooie fonteinen. Voor deze prijs. Het is wel lekker koud, man. Zo, echt, hè? Hoe ziet deze eruit? Zo, die is helemaal gek. Het zijn geen slechte fonteinen, man, van Partyland. Alleen ik mis wel die harde krekkeling. Maar die zijn dan kennelijk ook bij de Albert Heijn, hè? Juist. Dancing Fountain. Speciaal voor Jordi. Ze zijn alleen niet heel lang of zo. Kijk maar. Ja, ook de versie van dit jaar. De springstof fountains. Ja. Kijk of deze weer knalt. Gevaarlijk, man. Ik zeg je eerlijk. Nee. Maar deze doet. Oh! Wat nice. Zo, mooi, yo, gek! Dat hoort hem niet hoor. Hey. Sommige dingen die
Hier, zo veilig is het vuurwerk, hè? Moet je kijken. Hoppa! Twee tegelijk. Ja, het is beter dan die fonteinen die we eerder gezien hebben. En die daarin zitten. Zo, daar gaan we weer. Heerlijk. Ik vertrouw hem echt niet, gek. Springstofknallers. Zo, ja hoor, wat doe jij allemaal, joh? Nou, deze vind ik niet zo. Nee? Die is woest. Zo, we hebben best wel veel fonteinen al afgest. Oh, dit zijn de typische boiling waters. De Red Dragon en de Stunning Fountain. Laten we die maar als afsluiter tegelijk gaan doen. En zoals ik al zei, Partyland fonteinen van de Macro zijn dus best wel onbetrouwbaar. Er kan zomaar een gigantische knal uitkomen. Ja. We schrokken ons dood net. Maar stel je voor dat je hem gewoon zo voor je hebt staan, weet je. Schiet dat in je ogen of zo. Ja. Dat is levensgevaarlijk. Deze nog? Ja, laatste. Die knalt. Ja. Kijk, er komt zo'n kracht vanaf dat als het niet weg kan, knalt het op. Wegstaan, straks knalt hij misschien wel. Ja. Oh nee, van deze. Bij de Macro heb je leuke dingen die je kan kopen. Wij waren hier namelijk een eurotje of 18 voor kwijt. Dus dan heb je voor wat weinig geld heb je leuke pakketjes, leuke fonteinen. Ik wacht nog even op de Albert Heijn. Tot dat ene pakket eruit komt die wij echt heel goed vonden, weet je nog? Er zitten dus producten bij die kunnen gaan knallen. Dus ik zou er wel mee uitkijken. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Vergeet dan niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie morgen weer gewoon om 4 uur een nieuwe video. Later. It's a beast by flow.